Hi, mijn naam is Mats en relax dat je kijkt. Er was vandaag iemand die had een Ouija-board meegenomen naar school. En dat was echt serieus heel scary, want die gingen dus proberen contact te leggen met geesten in de pauze. Nou, wat denk je? Alles dat leuk is, wordt natuurlijk gewoon verboden op school. Dus je mag nou geen Ouija-boarden meer meenemen naar school. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of het nou ook echt is. Of je nou ook echt gewoon contact kan leggen met geesten met een Ouija-board. Dus dat is precies wat ik ga uittesten vandaag met dit glas. En deze tafel als Ouija-bord. Want hier schrijf ik ja. En aan deze kant schrijf ik nee. Dan ben ik wel eens benieuwd of ik contact kan leggen met de geest hier in de kamer. Oké. Is mijn naam Mats? Zie je? Niks. Oké, volgende vraag. Ga ik over dit jaar? Wat? Dat deed ik zelf. Ik beweeg gewoon dit glas met mijn eigen hand. Dat doet geen enkele geest. Geesten bestaan gewoon niet, dus klaar. Oh. Maar als jij denkt dat geesten wel bestaan, zet het in de comments. Dan heb ik over een paar filmpjes een tussenstand voor je. En dan kan je alvast vertellen dat het 1-0 voor de niet-gelovers staat. Oh, en like en subscribe.